Bij Stichting Plons, de zeilclub voor mensen met een beperking, stond er vanmiddag een bijzondere wedstrijd op het programma, georganiseerd door Special Olympics. De verstandelijk beperkte zeiler Joost Vial nam het namelijk op de Kralingse Plas op tegen niemand minder dan Olympisch kampioene Marit Bouwmeester. Ik had eerst even de boot gecheckt, want even kijken of hij mijn boot niet vol water had laten lopen. Dus ik dacht eerst even checken, maar dat was oké. Dus ik wist eigenlijk niet wat ik kon verwachten. En ik denk straks wordt ik eraf gevaren. Dus ik had wel een beetje zenuwachtig, ja. Het is wel heel anders als je tegen een topzeiler kan zeilen. En je hebt toch, eigenlijk vind ik het toch fijn om met haar te gaan zeilen. Nou, Joost had genoeg wind besteld in ieder geval. Dus, maar gelukkig is het wel droog gebleven. Maar ja, het was gewoon gaaf genoeg wind om rond de boei te gaan. Nou, ik had voorbereid om te kijken of ik iets van haar kon leren. En ze kon ook dingen van mij leren, hoe ik een wedstrijd kon zeilen. Dus ik heb de wedstrijd toch kunnen winnen van haar. Morgen is een uitgebreide reportage van deze bijzondere zeilwedstrijd te zien in Sportclub Rijnmond. Dan zie je ook hoe deze situatie afloopt.